Hij zocht al langer dan een week, maar geen bloem die hem wat leek. Het kruidje roer me niet, was hem te preuts. En de distel vond hij ronduit hinderlijk. De zonnebloem was hem te bazig. En de babyroos was hem te kinderlijk. Een gladiool vond hij veel te stijf. Met haar vormeloze gladiolenlijf. En het viooltje vond hij weer te chic. En daarbij hield hij niet zo van muziek. De vlinder vloog verder, op zoek naar de volmaakte bruid. Want hij dacht nog dat die echt bestonden, daarom kwam hij niet tot een besluit. Zo bleef hij, je begrijpt het wel, een teleurgestelde vrijgezel. Er was dus een vlinder zonder huis en zonder vrouw. Hij wilde wel een keertje trouwen, daarom was hij dag en nacht in touw. Hij zocht naar een bloem, om mee te praten, om mee te vrijen. En om het fijn te hebben met z'n bijen. De maanden regen zich aan in, maar helaas, hij vond er niet één. De dove netel kon geen woord verstaan, de wilde wingerd was hem te bewegelijk. De sleutelbloem was te gesloten en de monnikskap was hem te degelijk. Zo vloog hij vele maanden in het rond, omdat hij niemand ook maar leuk of aardig vond. En toen de zomer uit het land verdween, keek hij opeens verwonderd om zich heen. De vlinder wou verder, maar daarvoor miste hij de kracht. Want de bloemen in het veld verwelkten, onze vlinder had te lang gewacht. Zo stierf hij, je begrijpt het wel, als een teleurgestelde vrijgezel. Dit is een uitzending in het kader van de educatieve omroepcombinatie, verzorgd door de Nederlandse Onderwijstelevisie. Goedemorgen, meisjes en jongens, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze eerste schooltelevisieuitzending in dit nieuwe schooljaar. Ik denk dat jullie vast wel een heerlijke vakantie hebben gehad. Het was in ieder geval prachtig en zonnig weer. Weten jullie overigens dat in het zonlicht alle kleuren zitten? Over kleuren gaat deze 25e aflevering van Huisje, Boompje, Beestje. Maar ook over vlinders.